Maar ze snappen onmiddellijk wat je bedoelt. Stel ook geen vragen, gaan aan de gang en regelen het gewoon. Breda Nu. Je weet het meteen. Op vrijdag 8 februari zetten meer dan 400 kadetten zich vrijwillig in om op verschillende plekken in Breda maatschappelijk werk te verrichten. Dit gebeurde in samenwerking met betrokken ondernemers Breda. Ook op kinderboerderij Parkhoeven waren de kadetten de hele dag bezig met verschillende klusjes. Ik had vanochtend om 9:15 zijn hier 15 kadetten gearriveerd. Keurig op tijd, eerst een kopje koffie gedronken. Ik heb uitgelegd wat de kinderboerderij is en wat het programma voor vandaag is en de werkzaamheden verdeeld. En toen zijn ze aan de slag gegaan en ze werken keihard. En sinds vanochtend 9:15 tot nu toe zien wij de boerderij zienderogen opknappen. Oké. En wat vindt u nou bijzonder aan de samenwerking specifiek met de kadetten? Nou, wat mij opvalt is dat ze, het zijn allemaal fitte jonge lui natuurlijk en jonge dames ook, laat ik het niet vergeten. Maar ze snappen onmiddellijk wat je bedoelt, stellen ook geen vragen, gaan aan de gang en regelen het gewoon. Is dit een verplichting vanuit de opleiding of doen de kadetten dit echt 100% vrijwillig? Het is 100% vrijwillig. Het kadettenkoor is een vereniging dat alle kadetten van de landmacht, luchtmacht en de marechaussee bindt. En vanuit het kadettenkoor hechten wij heel veel waarde aan persoonlijke ontwikkeling. En eigenlijk vanuit die hoek hebben wij ervoor gekozen om hier op deze dag wat bij te dragen aan de maatschappij rondom Breda. Oké, en wat leer jij persoonlijk nou van zo'n dag als dit? Het gaat voor mij persoonlijk vooral voor het organiserend vermogen. Alleen vandaag gaat het niet om mij, het gaat om de burgerij van Breda. Het gaat om de kadetten die zich inzetten voor de organisaties hier. En daar valt heel veel uit te leren, namelijk het contact met bijvoorbeeld geen defensiepersoneel. Maar het is ook gewoon heel mooi dat wij iets kunnen terugdoen voor de mensen hier in Breda en omstreken. Wat er vandaag gaande is, is dat wij als kadetten ons inzetten voor de maatschappij hier in Breda. En we zijn op verschillende locaties aanwezig, 39 als ik het goed zeg uit mijn hoofd. En variërend van ouderen helpen tot aan een kinderboerderij, tot aan een instelling die geestelijke en fysieke gehandicapten helpt. Met dagjes, leuke dagjes organiseren. Daar helpen wij onder andere. Het belang van vrijwilligerswerk. Sowieso om de kadetten te bewust te laten worden van de belangrijke, de bijzondere positie die ze hebben in de samenleving als militair natuurlijk. En vandaar. Breda Nu. Je weet het meteen.